De sociologie kan zonder veel overdrijving de moeder van de sociale wetenschappen worden genoemd. Dat komt doordat de sociologie zich niet, of toch zeker niet uitsluitend, richt op specifieke maatschappelijke deeldomeinen. Deeldomeinen als politiek, religie, arbeid of gezin, maar op menselijke samenlevingen in bredere zin, meer bepaald westerse samenlevingen. Sociologen zijn van ouds geïnteresseerd in hoe deze samenlevingen functioneren, hoe ze erin slagen om hun voortbestaan veilig te stellen, maar ook hoe ze veranderen, bijvoorbeeld doordat maatschappelijke groeperingen zich inspannen om ze meer in overeenstemming te brengen met hoe zij zich de ideale samenleving voorstellen. Deze belangstelling van sociologen voor het functioneren van westerse samenlevingen in algemene zin laat onverlet dat de meeste sociologen zich toespitsen op hoe een en ander uitpakt binnen een specifiek maatschappelijk deeldomein. Zo kent de sociologie van ouds een breed palet aan inhoudelijk gespecialiseerde deelsociologieën, variërend van arbeidssociologie tot politieke sociologie, van beleidssociologie tot godsdienstsociologie en van wetenschapssociologie tot de sociologie van consumptie. Ook de Leuvense master in de sociologie kent als afstudeerrichtingen dergelijke inhoudelijk gedefinieerde profielen. Of eigenlijk moet ik dit in het meervoud zeggen. De Leuvense masters in de sociologie kennen dergelijke profielen. Want met ingang van het najaar van 2020 bestaat in Leuven naast de Nederlandstalige master in de sociologie ook een Engelstalige master of sociology. Twee sociologiemasters dus met een gezamenlijk aanbod van 5 verschillende afstudeerrichtingen. Tussen die 5 specialisaties bestaat overigens een zekere overlap. Ook de 2 Nederlandstalige afstudeerrichtingen bevatten enkele Engelstalige vakken die tevens zijn opgenomen in de Engelstalige afstudeerrichtingen. Over welke afstudeerrichtingen hebben we het? In de Nederlandstalige master zijn het er 2. Cultuur en diversiteit en arbeid, organisatie en samenleving. In de Engelstalige master zijn het er 3. Culture and society, social data science en solidarity and social risks in Europe. Ik laat de individuele vakken even voor wat ze zijn, want die kunt u gemakkelijk zelf googlen. En ik volsta dus met een korte schets van deze 5 afstudeerrichtingen. Cultuur en diversiteit gaat over de hedendaagse betekenis van cultureel verschil. Het gaat daarbij om gender en de daarmee verbonden verschillen tussen mannen en vrouwen, ook in termen van ongelijkheid van uitkomsten. Het gaat om etnische diversiteit en interetnische verhoudingen en de betekenis daarvan voor hedendaagse politiek en levenskansen. Het gaat ook om hedendaagse conflicten over het gezag van de wetenschap. De wetenschap die van ouds wordt beschouwd als middel om culturele en politieke verschillen te overstijgen en te beslechten, maar die inmiddels volgens velen zelf steeds meer een speelbal is geworden van allerlei politieke deelbelangen en als zodanig aan gezag heeft ingeboet. Arbeid, organisatie en samenleving gaat over arbeid. Denk aan arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, arbeidsconflict, onderwijs en arbeidsmarkt, etc. En over arbeidsorganisaties. Denk aan organisatieontwerp en organisatieverandering. Culture and society gaat over de maatschappelijke betekenis en gevolgen van cultuur. Dus van morele, politieke en esthetische kaders en standaarden. Te denken valt aan de rol die lichamelijke schoonheidsidealen, artistieke smaak en consumptie van kunst en cultuur spelen bij het ontstaan van sociale ongelijkheid in levenskansen. Te denken valt ook aan de betekenis van etnische en religieuze identiteiten voor hedendaagse politieke conflicten of aan de culturele achtergronden van hedendaagse conflicten over het gezag van de wetenschap. In de afstudeerrichting Social Data Science gaat het om de vandaag de dag zo prominent aanwezige digitale gegevens en datastromen. Je leert hoe je dergelijke gegevens kunt verzamelen en hoe je ze met statistische methoden kunt analyseren, om daarmee zicht te krijgen op sociale, economische, culturele en politieke processen in hedendaagse westerse samenlevingen. Dit is kortom een afstudeerrichting voor liefhebbers van kwantitatieve data-analyse en statistiek, waarin je wordt opgeleid tot data-analyst. De afstudeerrichting Solidarity and Social Risks in Europe tenslotte thematiseert de nieuwe sociale risico's waarmee Europese samenlevingen vandaag de dag worden geconfronteerd.
Deze nieuwe sociale risico's en nieuwe kwetsbaarheden zijn te vinden op het niveau van verzorgingsstaten, in de sfeer van gezondheid en gezondheidszorg en in de wereld van het werk. Centraal staan daarmee in deze afstudeerrichting maatschappelijke vraagstukken rond arbeid, zorg, sociaal beleid en gezondheid, steeds in Europees vergelijkend perspectief. Een opleiding sociologie is de juiste keuze voor wie belangstelling heeft voor wat er gebeurt in de wereld, voor maatschappelijke verschijnselen en veranderingen, voor wie gefascineerd is door het feit dat de dingen vroeger anders waren dan ze nu zijn en dat ze elders anders zijn dan hier. Voor wie er plezier aan beleeft om zich af te vragen hoe dergelijke veranderingen en verschillen kunnen worden verklaard en hoe ze moeten worden begrepen. Als je op de vraag hoe iets eigenlijk komt genoegen neemt met het antwoord dat is nu eenmaal zo, dan is sociologie voor jou geen geschikte keuze. Een studie sociologie is bij uitstek aantrekkelijk voor wie in staat is en er plezier aan beleeft om zich te verbazen over dingen die de meeste mensen alleen maar logisch, vanzelfsprekend of gewoon vinden. Voor wie is de master in de sociologie toegankelijk? Directe toegang is mogelijk voor wie een bachelor heeft afgerond in de sociologie, dan wel in de politieke wetenschappen en sociologie met afstudeerrichting sociologie. Daarnaast is toegang mogelijk via voorbereidingsprogramma's en schakelprogramma's. Voorbereidingsprogramma's zijn bedoeld voor wie al een andere academische bachelor of master heeft afgerond. U ziet hiervan op deze slide een paar voorbeelden, maar er zijn nog meer en uitgebreidere voorbereidingsprogramma's dan deze. De omvang van zo'n voorbereidingsprogramma is uiteraard groter naarmate de afstand tussen de sociologiemaster en de reeds gevolgde opleiding groter is. Het meest uitgebreide voorbereidingsprogramma omvat 45 studiepunten, dus driekwart studiejaar. Voor een volledig overzicht kunt u best even googlen op KU Leuven Master Sociologie Voorbereidingsprogramma. Naast voorbereidingsprogramma's is er ook een schakelprogramma van 53 studiepunten. Dat is bedoeld voor wie een professionele bachelor heeft afgerond in sociaal werk, maatschappelijke veiligheid of toegepaste psychologie. Het programma wordt gedoseerd aan de hand van uiteenlopende werkvormen. Van hoorcolleges met honderden studenten in de collegebanken is dus geen sprake, want het totale aantal studenten blijft onder de 100. Die studenten zijn dan bovendien nog verdeeld over de verschillende afstudeerrichtingen en vakken, wat betekent dat het in de meeste vakken gaat om niet meer dan een stuk of 20 studenten. Hoorcolleges ontbreken uiteraard niet, maar werk- en discussiecolleges met eigen inbreng van studenten, ook presentaties, komen veel vaker voor. Ook voor wat betreft de evaluatie bestaan verschillende vormen naast elkaar. Schriftelijke examens, mondelinge examens, papers of combinaties van een examen met een paper en of een presentatie. Door deze variatie aan examenvormen oefent u zowel uw schriftelijke als uw mondelinge vaardigheden. Het bestaat meer concreet uit 4 clusters van vakken. Het eerste cluster is dat van de sociologische onderzoeksvaardigheden. Dat zijn 3 vakken die worden aangeboden waar studenten er naar eigen voorkeur 2 uit kunnen kiezen. Die 3 vakken zijn kwantitatieve methode, kwalitatieve methode en theoriegebruik in het sociologisch onderzoek. Een tweede cluster, dat is uw inhoudelijke specialisatie zoals ik die zo net heb opgelijst. Een aanbod van 5 specialisaties waar studenten er 1 van kiezen en elk van die specialisatie omvat 5 vakken. Het derde cluster is dan de masterproef waarmee u uw opleiding afrondt. In de masterproef laten studenten zien dat ze in staat zijn om zelfstandig onderzoek te verrichten, uiteraard onder deskundige begeleiding. Ten slotte is er dan nog ruimte voor keuzevakken. Studenten kiezen 2 of 3 keuzevakken uit een uitgebreide lijst, te uitgebreid om hier te tonen. En ook de vakken uit de niet gekozen specialisaties kunnen daarbij desgewenst als keuzevak worden opgenomen. Wat leert u in de master in de sociologie? Je wordt opgeleid tot een wetenschappelijk expert op het deelterrein waarin je hebt gespecialiseerd.
Je leert snel en efficiënt grote hoeveelheden informatie vergaren en ordenen. Je leert op kritische wijze de kwaliteit van door anderen verricht sociaal-wetenschappelijk onderzoek beoordelen. Je leert zelfstandig sociaal-wetenschappelijk onderzoek verrichten. Je leert op overtuigende wijze mondeling en schriftelijk rapporteren over verworven inzichten. En je leert op basis van beschikbare onderzoeksresultaten adviezen formuleren voor te voeren beleid. Onze afgestudeerden komen, ook in vergelijking met andere sociaal-wetenschappelijke masterprogramma's, vanouds goed aan het werk. De sector waarin zij terechtkomen hangt daarbij uiteraard sterk af van de afstudeerrichting die zij hebben gevolgd en waarbinnen zij hun masterproef hebben geschreven. De werkkringen waarin onze afgestudeerden terechtkomen zijn dan ook zeer divers, zoals u ziet op deze slide met wat voorbeelden van de functies en organisaties waarin veel van onze afgestudeerden werkzaam zijn. Velen zijn werkzaam in de wereld van beleid en beleidsadvies. Bijvoorbeeld bij gemeenten, andere overheden of allerhande organisaties in het maatschappelijk middenveld. Denk aan ziekenhuizen, vakbonden, instellingen voor sociaal werk, etc. Velen die de afstudeerrichting arbeid, organisatie en samenleving hebben gevolgd, vinden ook emplooi op afdelingen personeelszaken. Of human resource management bij grote arbeidsorganisaties. Ten slotte komen afgestudeerden terecht als docent aan hogescholen, als journalist of in managementfuncties. En natuurlijk, een voor de hand liggende werkkring is ook die van het onderzoek, zowel binnen de universiteit als daarbuiten. Ook buiten de universiteit bestaan immers allerlei onderzoeksinstellingen en onderzoeksbureaus die graag goed opgeleide sociologen aannemen. En ook veel grote bedrijven en overheidsinstellingen hebben tegenwoordig onderzoekers in dienst. Voor verdere informatie verwijs ik graag naar het internet. U ziet hier twee weblinks, één naar de Master in de Sociologie en één naar de Master of Sociology. Heeft u vragen waar u het antwoord niet op kunt vinden op het internet, dan kunt u ook een e-mailtje sturen aan mevrouw Kathleen Pasgang, waarvan u hier het e-mailadres ziet.